fantastisch materiaal om in te werken. En nou ja, de vormen, ik denk dat die voor zich spreken. Waarom is dat een rokje van Martin Bril geworden? Omdat het gewoon in het hout zat. Dit is Robinia. En ik wist al toen het blok binnenkwam, daar zit het rokje van Bril in. Dit is een najade. Het is eigenlijk een soort van watergeest, waternimf. Je kunt er niet bij. Het is mooi, je wilt er misschien naartoe, maar ze blijft een beetje op afstand. En dat is iets wat in mijn werk ook wel meer terugkomt. Uitsluitend met glas. En het fantastische van glas is dat het speelt met licht. Ik vind het daarom ook heel leuk dat nu het zonnetje een beetje begint te schijnen. Want met het zonnetje, dan gaat dat glas echt leven. Dit is hout dat ergens tussen de 2000 en de 10.000 jaar oud is. Het is eikenhout. Op een of andere manier onder de grond gekomen. En daar geconserveerd. En als er ijzer in de grond is, wordt eikenhout. Wordt dat zwart. Dit rookt niet meer, het is volledig chemisch inert geworden, zeg maar. Het is dus absoluut niet verbrand. Dit is de natuurlijke kleur met een beetje olie erop. Dus de vorm zit in feite al in het hout. Het is alleen een kwestie van hier en daar wat versterken. Nou, en dan krijg je, in ieder geval in mijn handen, krijg je dit soort beelden. Ik heb één keer een troon gemaakt, een jaar of 20 geleden. Ja. Verslaafd. Die ervan gekomen is. Zo, ja. De boomhakker, vroeger, voordat ze een boom omhakte, klopt ze drie keer op een boom om de geest van de boom de gelegenheid te geven naar een andere boom te verhuizen. En dat symbool hebben we nu nog. Geluk. Ja. Dat is echt waar, hoor. Deze heb ik uit klei gemaakt. Eigenlijk al mijn beelden maak ik uit klei. En daar maak ik dan een mal van. Het is bronspoeder door polyester heen. Hij is denk ik een paar millimeter dik. Het weegt nog geen 10 kilo. Dus vandaar dat het ook zo lekker aan zo'n takje kan hangen. Het is abstractie van een bronzen beeldje wat ik gemaakt heb toen mijn jongste dochter het huis uitging. Een soort bokkensprong. Jong over oud. De figuur onderin is een volwassene en het kind wat er overheen springt is een kind, jong of oud. Levensloop. Deze heb ik ook een mal van, dan kan hij ook in chocola. En hebben we wel eens bij de opening van een expositie niet allemaal van die toespraken, ding te pletter slaan, allemaal een stukje en dan heb je kunst om op te vreten.